En dan, ik had jullie beloofd dat ik ook nog iets zou vertellen van hoe gaan we nu in godsnaam ervoor zorgen dat men dan toch de stad mijt. En dan komt een woord dat toch weer zoveel vieze connotaties heeft, een spitsheffing of congestion charging. Wel, we hebben ons de moed getroost om ook daarover te gaan nadenken. Want dat is uiteraard geen eenvoudig verhaal. We weten allemaal wat dat de gevolgen zijn van tolheffing op de liefdezoek. En je wordt niet gebruikt. En dan hebben wij gesteld van kijk, als je een tolheffing doet, om welke reden dan ook, zorg dat dit een gegeven is dat volkomen geweven is aan de infrastructuur. Zorg dat dat alleen maar versterkt wat dat je tot doel hebt. Als die twee dingen niet met elkaar matchen, dan doe je veel meer kwaad dan goed. En met die gegevens zijn we opnieuw aan de slag gegaan. En wat is uiteraard de bedoeling? We willen dat doorgaand verkeer weg uit de stad. En nu geef ik u even ons denkproces dat we zelf hebben gemaakt. Uiteraard, dit is de beweging die we willen realiseren. En wat hebben we als mogelijkheden als we het hebben over de tol? Het eerste is degene die ons het meest bekend is. Men legt een nieuwe infrastructuur aan. En dan verschijnen er tolpoorten aan de ingang van die nieuwe infrastructuur. En dan moet je betalen om dit te gaan gebruiken. Dat hebben we een lief bezoekverhaal. En het is heel eenvoudig. Dan gaan Vlamingen en goede Belgen zoals dat we zijn, dan gaan we een andere weg zoeken. Dus met deze oplossing halen we het niet. Deze is niet goed. Je kan de redenering dan omkeren. Weet je, naar het model zoals in Londen is gebeurd, dan zeg je van, rijd je de stad in, dan ga je betalen. Rijden rond de stad, dan is het gratis. Is dit een oplossing? Uiteraard niet. Want hoeveel mensen zijn er niet die op de E17 rijden en die eigenlijk alleen maar in Antwerpen moeten zijn? Dat is 40% van wat op de E17 rijden. Die zouden dan allemaal moeten betalen om dan de logistiek gratis te laten rondrijden. Dat kan ook de bedoeling niet zijn. Dus ook deze oplossing is geen oplossing. Dus ook daar zijn we niet mee gebaat. En bovendien hebben we dan ook nog eens de stroom die vanuit het noorden naar het zuiden moet. Ook zij hebben geen alternatief. En zij zouden dan moeten betalen voor de anderen die een gratis doortocht krijgen langs een nieuwe infrastructuur. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus, opnieuw naar het thuiszuiden. En gaan werken. En dan zijn we erop uitgekomen van kijk, vandaag de dag, als je spreekt over tolheffing, dan spreek je over elektronische tolheffing. Een elektronische tolheffing, dat betekent dat je ergens langs gaat en dat er een klik komt. Nu, de plaats waar die klik gebeurt, ook die kan je identificeren. Vandaar dat je hier nu bij al die C'tjes een nummertje ziet staan. Ik ga nu even simuleren wat we daarmee bedoelen. Stel, je rijdt op de E17 West en je rijdt en je moet naar de E19 Noord. En je ziet op een dynamisch bord op je weg dat er nu wordt gesteld dat je west naar boven kan afslaan. Goed, dan heb je hier dat voertuig, dat oranje voertuig die nu aan de slag gaat en die braaf dit volgt. Dan komt hij langs de poort C1, C8, C11 en aan het einde van de rit kan men op basis daarvan een afrekening maken. Je hebt het juiste parcours gevolgd en je betaalt als doorgaand verkeer daarvoor een bijdrage. Intussen is er daar een rood voertuig geweest die het niet zo nauw nam met die regeling en die zei van ik kies mijn eigen route. Die komt dan langs andere poorten uit. En met andere woorden, door het feit dat hij een parcours heeft afgelegd binnen een bepaalde tijdspanne, langs een bepaalde weg, kan hij een ander tracé, een andere vergoeding betalen. Dat noemen wij dan de congestie. Wat dat die waarden nu moeten worden, dat is niet aan ons om dat te zeggen, dat is aan de politiek om dat te beslissen op basis van de kostprijs, de infrastructuur en wat men met wat wil terugverdienen. Maar op deze wijze kan je echt focussen op het doorgaand verkeer en het verkeer dat vanuit de Antwerpse agglomeratie in Antwerpen komt werken, of het verkeer dat vanuit Antwerpen naar buiten de Antwerpse agglomeratie werkt, die kan je volkomen loskoppelen van dat systeem en zeggen dat je voor die beweging zelfs niets betaalt. Maar met dit systeem laat het u toe om op een zeer fijne manier diegenen die je wil laten meebetalen, ook kunnen traceren. Zonder dat anderen die er niks mee te maken hebben, daar het slachtoffer kan worden. Dat is de bedoeling van de aanzet die we hier willen geven. En dan krijg je met die twee gegevens, opnieuw voor het doorgaand verkeer, een bijdrage voor het gebruik van de aangewezen route. Wij denken dan bijvoorbeeld zelf aan een halve euro voor autoverkeer. En we zeggen van kijk, er wordt hier een nieuwe infrastructuur aangelegd.
om doorgaand verkeer dat niet in Antwerpen moest zijn, op een betere manier te begeleiden. Vraag je daar een bijdrage voor, vraag je daar geen bijdrage voor? Als iedereen daar een zeer kleine bijdrage voor geeft, is dat op een niveau, en je krijgt een belangrijk kapitaal staan om de infrastructuur te betalen, maar dat is ook niet aan de politiek om zelf te beslissen op welke wijze dat ze dat doet. En dan hebben we nog een paar evaluaties gemaakt. En bij die evaluaties hebben we telkens gesteld voor onszelf een aantal vragen. Want we hebben, ik denk, hoeveel scenario's waren, we hebben 240, dacht ik, gekeken. En om onszelf dan een idee te geven van welke gaan we weerhouden, welke nemen we niet mee, hebben we voor onszelf uiteindelijk drie essentiële vragen gesteld. Hebben we net een schuilkruisje nodig? Ja, we hebben die nodig. Want anders kunnen we gewoon geen bypass realiseren. Hebben we Oost van Gent nodig? Ja, om dezelfde reden. En willen we dat het verkeer afneemt op de R1? Absoluut. En met die gegevens zijn we voor aan de slag gegaan en hebben we telkens slagoffers gemaakt. Zowel met betrekking tot de afnameverkeer, afname groengebieden, die scoort het best. Minder bouwhinder, ook dit is een belangrijke factor. Deze werkzaamheden, welke dat het ook zijn, het zullen ingrijpende werkzaamheden zijn. En onze voorkeur gaat uit naar werkzaamheden die zo weinig mogelijk invloed hebben op de weg waar we vandaag rijden. Want dan krijgen we nog eens extra hinder en we hebben het daar al zo lastig. Dus als we de hinder op die aspecten maximaal kunnen beperken, is dat meegenomen. En dan afname hinder voor de omwonenden, dat hebben jullie al zo duidelijk gezien. En ik geef nu nog even het woord aan Mark. De allerlaatste slides. Dit is eigenlijk de algemene conclusie van heel deze boterham die je gezien hebt. Wat is daar eigenlijk de essentie van? Dat we hebben gesteld in het begin, de Achilleshiel in het Antwerpse verkeerssysteem. Dat zijn er twee, dat is de Kennedy-tunnel, maar bovenal knooppunt Antwerpen-Oost. Dus we menen dat prioritair bij het vinden van een oplossing voor het hoofdwegennet, dat we ons daarop moeten richten. Je ziet hier nog een keer al die bewegende wolkjes. Hier langs de twee knooppunten passeren. Tweede conclusie is de logistieke as die Antwerpen bijna wurgt, die doorgaand vrachtverkeer dat hier niet moet zijn, en het lokale verkeer, dat vooral personenverkeer is, die rijden elkaar in de weg. Het is eigenlijk een beetje een confronterende vaststelling. Je weet misschien dat Vlaanderen heeft de ambitie om een logistieke poort naar Europa te worden. Dat zit in het Vlaanderen actieplan, dat zit in het Vlaamse overheidsplan. We spreken ons niet uit of dat een goed of slecht plan is, maar het maakt het natuurlijk wel ingewikkeld om een logistieke poort te zijn voor het vrachtverkeer, als het personenverkeer dat ook de hele tijd in de weg zit. Dus je moet die twee zeker in de opwerking proberen uit elkaar te halen. Hoe doe je dat? 1 plus 2 is, je zoekt afleidingspunten op die plekken voor de knelpunten. En zo zijn we tot die twee bretellen gekomen, plus een derde schelde-kruising door de haven, dus die noordelijke bypass. Wat zijn daar dan een aantal gevolgen van? Als je die bypass aanlegt, dan creëer je ruimte voor een stedelijke expressweg, zoals we die ook in Barcelona gezien hebben. We zijn trouwens een hele wacht gaan spreken met de architect van die stedelijke expressweg. Dat was heel inspirerend, want die hebben natuurlijk ook wel veel meegemaakt. Je creëert de kans om een nieuwe stad te bouwen eigenlijk. En de stad Antwerpen is dat ook letterlijk van plan. Het is ons opgevallen dat nogal wat nieuw geplande woongebieden in Antwerpen vlakbij die R1 ligt. Dus er gaat daar op Windhoek, ligt er eigenlijk vlak naast. Nieuw-Zuid, onder het Justitiepaleis, het Nieuw-Zurenborg, de Kadrikswijk op het eilandje. Er zijn zelfs plannen voor de Slachthuissite, de Bloobroekdok. Het zijn eigenlijk allemaal plekken waar nog ruimte is, maar ze liggen niet toevallig ook aan die kleine ring. Belangrijk is ook, het gaat niet langer om een gewone vergelijking tussen een tunnel of een brug, of tussen BAM of Arupsum of gelijk wat. Het gaat om een globale benadering waarvan een derde scheldekruising deel uitmaakt. Essentieel is ook dat je beter net hoort uitleggen dat je die stromen van verkeer stuurt. En een laatste iets is, als je dan naar de naakte cijfers van de kostprijs kijkt,